Yo mensen, vandaag Lex Today, hier ben ik weer, Jorn Holy, en we gaan vandaag weer verder met Pixelmon. Wat ik vandaag even had bedacht om te gaan doen in deze aflevering was om wat te gaan minen. Want dat heb ik al een tijdje niet gedaan. En natuurlijk, het is Pixelmon, dat betekent Minecraft en Pokémon. En ja, omdat ik al een tijdje alleen natuurlijk Pixelmon, veel met Pixelmon, Pokémon heb gevangen. Ik heb natuurlijk fucking Mew nu en dat soort dope shit. Dus dacht ik, ik moet natuurlijk wel even gaan minen, want anders raakt die shit ook nog op van kool en et cetera. Ook al zie ik dat ik daar nog wel genoeg van heb. Maar wat bijvoorbeeld, wat me nou leuk lijkt om te doen is... Kijk, ik heb ooit een paar afleveringen terug, dat kan je wel even terugzoeken. Ik weet zo niet welke aflevering dat is, maar de eerste wel. Er is een aflevering, daar leg ik allemaal dingen uit over items, hoe je Pokéballen moet maken... Hoe je bijvoorbeeld rare candies moet maken, waardoor je Pokémon level up gaat en zo. En ook dit item, dat zijn old running shoes. En dat zijn oude renschoenen, letterlijk vertaald zeg maar. En die kan je aandoen. En wat dan gebeurt, je hebt speed. Speed 1 heb je dan. Maar je kan dus ook gewoon speed 2 krijgen. En dan heb je een nieuw running shoes, zoals echt in de echte Pokémon. En dat is echt super dope. Dus misschien is het vet om dat voor deze aflevering te gaan doen. Dus wat we daarvoor nodig hebben is natuurlijk old running shoes. Nou, die heb ik al. En iron en wat veren. En ook diamonds. Maar aangezien ik geen diamonds heb, moet ik dat nog gaan vinden. Dus leek me het een goed idee om vandaag te gaan minen. Dus wat hebben we allemaal nodig voor? Minen. Diamond pickaxe, zo te zien. En even kijken. Oh, hier kijk, we hebben nog 3 rare candies. Dat is wel heel vet. Maar daar hebben we nu nog niet zoveel aan. Maar ik neem dus gewoon mijn diamond pickaxe met fortune. En eventjes mijn zwaardje, Pokédex. En de rest allemaal, die kan ik ook wel. Dit kan ik wel eventjes wegstoppen, dat hebben we dan toch niet nodig. Veren, alvast. Oh, mijn vishengel, die heb ik ook. Ik kan mijn vlees wel eventjes snel in de oven doen. Dus als ik terugkom dat ik weer wat vleesjes heb. Maar we gaan voor nu gaan we dus gewoon even lekker chillend... naar de mine toe. En ondertussen gaan we natuurlijk even wat vechten. Ik gooi mijn fucking Mew op een Primeape. Want let's go. Die owner gewoon in één slag, zo te zien. Nice. Oh yeah. Gaat dus hartstikke dood. Die fucking Primeape, die kan hem niks. Want ik ben nu fucking overpowered met mijn Mew. Super blij mee, man. Die Mew is zo sterk. Holy fuck. Het zou slim zijn, jongen, als je even schoenen even aandoet, want dan loop je ook heel snel door. Ja, dat weet ik, dankjewel. Ik zie hier trouwens ook nog wat kool. Hoppa. Alles meenemen. Wel zo slim. Ook nog wat kool. Hoppa. Ik heb wel genoeg eten mee. Oh, ik heb wel beef. Lol. Ik heb genoeg beef. Ik hoef me niet druk te maken dat ik nu ga verhongeren in deze mine. Gelukkig maar, gelukkig maar. Zo. Oh, ik zit in een gevecht met een zoebed. Ja, een zoebed. Van level 5. Lol. Die ownen we gewoon. Wat zit dan? Oh, dit zijn gewoon paddenstoelen. Oh, au, au. Rustig. Hier is lava, hier is Golbed. We kunnen daar zo... We kunnen wel gaan vechten met de Golbed van level 40. Kijken wat mijn Mew van level 50 tegen doet. Ik denk dat hij hem gewoon oont. Als een fucking baas. En natuurlijk, de Golbed is dood. Hoe had ik hier kunnen, had ik hier aan kunnen twijfelen? De Mew is gewoon zo sterk. Holy fuck. Nou zou het wel heel mooi zijn als we dus ook echt diamonds gaan vinden. Ik heb wel eens diamonds gevonden. Diamonds had ik volgens mij in die chest daaronder gevonden, toch? In die tempel. Dat kan je ook weer terugvinden. Een paar afleveringen terug, niet zo heel ver. Daar heb ik een tempel gevonden in de... Holy fuck, heb ik een tempel gevonden. Toch wat veiliger als ik hier naar beneden ga. Had ik een tempel gevonden in het bos, zeg maar. En daar vond ik volgens mij die diamonds in. Dat kon nog wel zwaar zijn. Dat ik daar mijn diamonds had gevonden. Ik zag trouwens ook wat reacties van mijn vorige video. Dat mensen zeiden, oh joh, ga eens naar de net toe. Maar, wat fuck. Zoek gewoon eventjes op Pixelmon en dan Nedden. Want ik heb gewoon die portal staat er voor mijn huis. Dus ik heb een aflevering gehad dat ik naar de fucking Nedden ga. Dus wees daar maar niet zo bang voor. Want dat heb ik al gedaan. Dus check die aflevering alvast even. En dan weet je ook meteen of ik wat er in de nether is. Even kijken. Is dit diamond? Oh, nice. We hebben diamond al gevonden. Jongens, we zijn klaar. Bedankt voor het... Oh, nee, wacht. Ik moet trouwens nog de dinges maken. Oh, nice. Nou, we vinden meteen diamond. Kijken, hoeveel hebben we er nu? Wat zijn er nou dan? Oh, hier. Diamonds. 7. We hebben er nu al 7. En we hadden... eigenlijk hebben we er 2 nodig. Oh, dat ging eigenlijk veel sneller dan verwacht. Lol, en wat is dit dan? Lapis of zo? Ik denk het wel. Ja, Lapis Lazuli. Ook hebben we daar niet zoveel, heel veel aan, denk ik. Ik had niet verwacht dat het trouwens zo snel ging met de diamonds vinden. Maar gelukkig. Hier ben ik ook allemaal niet geweest, joh. Is wel, ja, hier zit lava. Hier moet ik ook niet naartoe, dus. Zo. Hey, we hebben nooit wat achter het gravel zit. Zometeen zit er fucking episch fossiel of zo. Dus ik kan me beter altijd... Oh, oh shit, Jorn. Wat doe je nou? Ik kan me beter even gaan checken. Zwaartje me even als er monsters komen. Je weet het maar nooit. Hier ook weer dat... Dat is trouwens wel handig. Ik heb toen via het boeken... Want ik had toen een zombie spawner gevonden. En daar heb ik toen... Maar een boek, een enchanting boek voor. En ook met Fortune 2. En die heb ik toen op deze... Jullie zeiden allemaal, ja, dan moet je op je pickaxe doen. Dus die heb ik toen allemaal op deze diamond pickaxe gezet. En dat is fucking handig. Want daar heb ik nu uit 3 blok 7 diamonds. Holy fuck. Dat helpt dus echt wel. Gelukkig maar. Oh, wacht. Volgens mij zie ik hier weer diamonds. Oh, dit is wel wat moeilijk. Ja, dit is wel diamonds. Dit is geen lapis. De lapis was wat donkerder, volgens mij. Dit is... Oh, fuck. Flikkert hier allemaal gravel naar beneden. Godverdomme. Zo. Goed zo, Jorn. Oh, kutzooi. Pardon. Nu verbrandt het allemaal weer. Dat is niet zo mooi. Hè? Oh, oh. Dan gaat mijn lava helemaal weg. Of mijn diamonds. Hebben we diamonds kunnen... Oh, ik heb er nog 3 kunnen halen. Dat is wel nice. Maar alsnog hebben we nu wel genoeg. Holy fuck, dit had ik trouwens niet gedacht dat we zo snel alle diamonds zouden vinden. Fucking nice. Oh, ik moet wel even wat eten. Even lekker sticky. Mam, mam, mam. Dankjewel Miltank. Door Miltanks die droppen natuurlijk beef. En die kan ik lekker bakken in de oven en dan heb ik lekker sticky. Ja, kan ik lekker eten. Domme hé. Wat een feest. What the fuck, joh. Alleen, dan moet ik ook weer een weg naar boven vinden natuurlijk. Gravel. Gravel, dat is waardeloos. Even kijken, ik kom hier langs, hè. Zo, plop, plop, plop. Hé, hey, knop, plop, 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 plop. Omhoog. Oh ja, hier, dan gaan we hier naar boven en daar. En dan zijn we er al. Wow, dat is trouwens wel heel dichtbij. Dit is heel nice, dat... Oh, mijn Blastoise gaat nog even vechten met een level 39 Golbed. Ik kan het net zo goed lezen, maar mijn FPS zit ervoor. Critical hit. Kom op, bite jongen, Venus hit. Of gaan we nou verliezen van deze fucking Golbed? Jongen, doe waterpools. En nog een keer bite ofzo. Ik vind, maakt er iets van uit. Oh, confused. Oh, zijn we confused? Niet te bang hoor. Hier, hut zichzelf. What the fuck. Oh, Blastoise is dood. Nou, Mew, kom maar Mew. Mew owns ze gewoon allemaal. Gewoon 1 slag. Hier, bam. Kom op. Hoppakee, super fake doei. Even kijken. Weg naar boven. Daar was ik mee bezig. Zo, de gravel hier. Oh, hier was het. Zo. Oh, natuurlijk. Ik moet nog even jumpen. Maar dat kan deze jongen. Hoppa, jongen. Jongvolwassen jongen. Man. Half man. Hoi. Aangenaam. Joh, in de naam. Oké, we gaan dus naar boven. En het is dus de bedoeling dat ik mijn oude renschoenen, running shoes, die ik hier heb, ga vangen voor nieuwe. Maar dat gaat wel lukken. Want we hebben al iron en veren. En natuurlijk nu de diamonds. Zat diamonds trouwens. Wow. Had ik trouwens niet verwacht. Wat ik al zo vaak heb gezegd. Maar ik vind het wel vet dat ik in één keer diamonds vind. Soms doe ik er fucking lang over om vet veel diamonds te vinden. Even kijken. Koekt vis, zo lekker. Kan ik eten? Ik heb dus de diamonds nodig Veren heb ik nodig en ik heb iron nodig. En dan gaat mijn telefoon. Iemand vindt mijn video leuk. Even kijken, ik moet iron hebben. Oh, we hebben hier iron. Nice. Oké, dus hoe we dit gaan maken. Dit gooi ik nou mijn redstone lamp weg. Nergens nodig. Ik doe de old running shoes bovenin. Ik pak de diamonds. Waar zijn diamonds nou? Godverdomme joh. Waar zijn de diamonds? Oh, hier zijn de diamonds. Ik heb de diamonds weggedaan. Sorry jongens. Hier de schoenen. Doe bovenin. Doe we de diamonds. Het lijkt ook allemaal zo om daar met deze texture pack. Doen we de diamonds ernaast. En dan de iron. Waar zit je? Oh, dit is iron. Die doen we hier aan de zijkant. En dan nog veren. Doen we pam pam. Hier. En als het goed is moet ik dan nieuwe running shoes krijgen. Iron ingot. Ja, heb ik nodig. Diamond, diamond. Old running shoes, inderdaad. En waarom krijg ik nou geen verder? Waarom krijg ik nou geen nieuwe running shoes? Wat is dit? Jorn, wat is dit? Waarom wil het niet? Ik krijg hem er serieus niet uit. Ligt het aan mijn texture pack of zo dat ik het nou gewoon zo verkeerd zie? Maar gewoon even de folder. Misschien ligt het wel aan mij dat ik niet het verschil niet kan zien of zo. Running shoes hier en dan kijk ik diamonds daar en daar. Dan de iron daar en dan 2 veren toch? En dan moet ik nu running shoes krijgen. Nou, dat is eigenlijk het recept jongens. Dus wat ik even ga doen is... Wow, tada! Hier hebben we nu de nieuwe running shoes. Oh jongen, wat heb je dat perfect gedaan. Maar het klopt dus eigenlijk, als jullie me niet geloven, moet je het eventjes opzoeken. Crafting, Pixelmon wiki of zo. Maar het is serieus zo, ik moet eigenlijk gewoon het item krijgen. Maar goed, ik heb hem dus eventjes... de items heb ik weggedaan. En dan heb ik... dus de nieuwe running shoes. Holy fuck. Dus nu hebben we speed 2. En dat is aardig sneller. Dus dat is fucking vet. Nu weet je ook hoe ik dat heb gedaan. Het item wel of Pixelmon wilde niet even meewerken. Whatever. Ik check jullie de volgende keer weer bij meer Pixelmon. Druk eventjes op het duimpje omhoog. En zeg eventjes in de reactie wat jij graag de volgende aflevering van mij wilt zien. Dus weet jij een vet idee wat ik de volgende aflevering kan gaan doen? Zet eventjes in de reacties en dan lees ik het. Ik lees trouwens ook alles. En dat komt helemaal goed. Dan zien jullie dat waarschijnlijk de volgende keer. Later jongens, bedankt voor het kijken en het liken.